Tom van der Looy zit goed in zijn vel. Hij heeft sinds zijn debuut uit bij Willem II geen minuut gemist in het eerste elftal van FC Groningen. En, ook niet onbelangrijk, hij staat deze maand bovenaan in de strijd om de Hans Nijland-bokaal. Ik ben sinds een paar maanden bij het eerste. En de eerste maand is het niet zo goed gegaan. Stond ik bij de onderste. Maar nu gaat het goed. 4-4. Vandaag weer overwinning. Dus dat gaat goed. Okay. Ja, en wat win je aan het eind van de maand? Vooral de eer en een vrije dag. Dat is altijd lekker, toch? Ja, zeker. Maar het voelt ook gewoon goed om bovenaan die lijst te staan. Afgelopen maanden stond ik onderaan en dan word je daarmee gepest. Nu kan ik wat terugpesten. Van der Looy debuteerde 3 maanden geleden tegen Willem II. En sindsdien maakt hij vast deel uit van het basiselftal van FC Groningen. Hij ontwikkelt zich snel en hield zich afgelopen zondag tegen SC Heerenveen prima staande. Nou, als ik even kijk naar het grotere plaatje, de afgelopen wedstrijden, dan merk ik wel dat ik toch wel progressie maak. Dat het steeds wat beter gaat, dat ik het makkelijker volhoud, dat ik wat meer aan het niveau gewend ben. Mm-hmm. En dat voelt wel goed en ik hoop steeds beter te worden nog, want ja. er zit nog steeds rek in. Komende zondag staat er opnieuw een heel belangrijke wedstrijd op het programma. Tegenstander Roda JC staat 16e met maar 4 punten minder dan FC Groningen. Ik kan niet ontkennen dat het geen belangrijke wedstrijd is. Het verschil is 4 punten. Roda is een directe concurrent voor ons op dit moment. Dus het is ontzettend belangrijk, maar we blijven er wel rustig onder. We weten wat we kunnen. We hebben een prima puntje gepakt tegen Heerenveen. Daarvoor hebben we goede wedstrijden gespeeld. Niet altijd de punten gepakt. Dus wij moeten zondag gewoon er bovenop klappen en de 3 punten pakken tegen Roda. De druk staat erop en dat brengt altijd extra spanning mee. Want alle ogen zijn gericht op FC Groningen zondag. Nou, het brengt natuurlijk altijd wat meer spanning bij. Hè. Bij zo'n belangrijke wedstrijd, dat merk je ook tegen Heerenveen. Maar ik denk dat het erom gaat hoe je die druk verwerkt. Raak je daar juist meer gespannen van of krijg je daar juist meer energie van? Voor mij speelt tegen Heerenveen de tweede, daar krijg je meer energie van. Krijg je alleen maar meer zin om te spelen als het er echt om gaat. Mm-hmm. Dat is een beetje een soort van doping. En ik hoop dat zondag ook weer te krijgen, die extra motivatie. Het moet gebeuren en dat gaan we ook doen. Gezonde spanning. Ja, absoluut. Ja. De verwachting is dat het Noordlienstadion vol zal zijn zondag. Ja, dat hopen we. Zoals tegen Ajax was natuurlijk fantastisch. Hè? Was het vol. Voelden we die sfeer. En daar waren we hartstikke blij mee. En dan zie je ook dat wij die energie krijgen. En dat het een beetje een samenwerking is tussen het publiek en het team. Hè? Waardoor je eigenlijk met z'n 12 speelt. Hartstikke goed. Zeg. Dankjewel, jongen. Jongens, fijne dag nog. Hè? Ja, dankjewel.